Welkom allemaal, ik ben Maya Link en dit is Cultureel Bergen. Het programma waarin we op zoek gaan naar de ware passie in kunst en cultuur uit deze omgeving. Aan tafel heb ik vandaag organisator Agnes Audier van Vibe of the Earth Festival. Daarnaast dominee Ingele Wijnsma. Volgens hem is er geen grens tussen zijn kerkdienst en cultuur. Maar eerst een reportage van Willem Wijsman. Hij is beeldend kunstenaar, afgestudeerd en woonachtig in Londen en nu in het Lucie Berghuis. We zijn hier in het Lucie Berghuis, wat oorspronkelijk gebouwd is door Piet Boendemaker in de 30e jaren. Hij woonde aan de Laudersweg in het huis De Klomp. En hij begon met het verzamelen van de Bergense school. Omdat die verzameling zo gigantisch groot werd, had hij behoefte aan een grotere ruimte om te exposeren en om mensen te ontvangen. En hij heeft toen deze kunstzaal gebouwd. Hij ging op een gegeven moment failliet door de beurskracht. En toen moest hij ook zijn collectie afstaan. Dus het was eigenlijk een heel groot drama. En later heeft hij het huis nog aangebouwd met het woonhuis eraan. Het huis was van de gemeente en dus verschillende kunstenaars huurden dat van de gemeente. Onder andere Willem Reijers, die werkte hier in het grote atelier en toen woonden wij in het voorhuis. En toen Willem overleed, toen heeft de gemeente gezegd dat wij dat, althans mijn vader, hier ook kon werken in het atelier. We waren met z'n vijven, 2 jongens en 3 meisjes. We hebben een enorme, fantastische tijd hier gehad, want die gangen alleen al, dan kon je enorm spelen en doen. Ja, nee, het was een soort paradijs hier. Mijn vader is in 94 overleden. Toen is mijn moeder hier blijven wonen in het huis. Die heeft het huis eigenlijk helemaal in stand gehouden zoals het was toen hij er nog was. Dus echt, het atelier was nog precies dit hoekje, kun je zien. Dat heeft zij helemaal zo in stand gehouden, alsof hij er gisteren nog zat. Toen mijn vader stierf is er een stichting opgericht, de Lutjert Stichting. Daar heeft de familie gevraagd van, goh, kan de stichting misschien het huis kopen? En nou ja, daar zijn we allemaal ook als familie heel erg blij mee. Omdat het heel fijn is om te zien dat er hier gewerkt wordt. Willem Wijsman zit er op dit moment. Ik ben momenteel artist in residence hier in het Lucie Berghuis. En ik heb eigenlijk mijn opleiding gedaan in Arnhem. En daarna heb ik een vervolgopleiding gedaan in Londen. En sinds die tijd woon ik eigenlijk in Londen. Het is natuurlijk wel heel bijzonder om hier te zijn. En dat je, zoals dat bureau wat je eerder zag, dat je dan echt het gevoel hebt van ja, hij was hier gisteren nog. Ja, het zit niet in de weg. Het is eigenlijk wel fijn dat je niet hier... Dat het niet hier helemaal leeg is, maar dat er allerlei dingen zijn waar je eigenlijk dan ja, tot kan verhouden. Dus dat heeft zeker wel een invloed gehad, denk ik. Ik vond vooral zijn gebruik van taal interessant en het heel erg gaat over subjectiviteit. Dus dat eigenlijk alles open is voor interpretatie en dat niet, dingen niet vaststaan en dat er een verhaal is wat je zeg maar, op verschillende manieren kan interpreteren. En toch een beetje ook dat, ja, rellen zou ik zeggen, maar niet op een agressieve manier. Ik denk dat het vooral zijn houding of zo, ja, zijn attitude, of dat het vooral daarin zit. En het was ook heel raar, vooral in de eerste weken dat je hier bent. Ik voelde toch heel erg een soort van zijn geest of zo. En er hing, wat mij betreft, ja, ik ben niet
helemaal niet bijgelovig of zo, maar je voelt toch nog die energie hier hangen op een bepaalde manier. Of tenminste, ik voelde dat. Ja, ik ben hier begonnen in februari. Ja, en toen eigenlijk al vrij snel in maart kwam natuurlijk de lockdown en alles. Dus ja, dat heeft wel een hele rare wending aan mijn periode hier gegeven. Maar eigenlijk wel heel prettig, omdat je helemaal geen afleiding had. Het enige wat ik heb opgestuurd zijn tubes verf. Omdat het te veel is om allemaal opnieuw te kopen. Maar, en wat kwasten. En voor de rest heb ik gewoon alle doeken en ramen en wat kwasten hier besteld en bezorgd. En aan de slag gegaan. En dan langzaam beginnen dingen in het huis hier en in de omgeving beginnen op je in te werken, zeg maar. Ik vind het ook leuk om hele grote dingen te maken. En in Londen heb ik ook een vrij klein atelier, dus het was ook geweldig om hier flink aan de slag te kunnen gaan. Altijd al meer willen weten over de gebouwen in onze gemeente? Dit is je kans. Met bouwhistoricus Rob de Vries gaan wij mee in zijn rubriek Rondje met Rob. Dit keer in Egmond. In de vorige aflevering waren we bij een woonhuis en heb ik uitgelegd wat een ontzettende gelaagdheid dat huis heeft. In de loop van de eeuwen is daar van alles mee gebeurd. Hier staan we nu in Egmond binnen, bij de Adelbertuskerk. Kerken over het algemeen, die kennen eigenlijk helemaal geen gelaagdheid. Maar dat is aan het veranderen. Ik ben nu zelf op dit moment bezig met de Jozefkerk in Alkmaar om die her te bestemmen voor woningbouw. Dus dat is ineens een hele nieuwe laag, een heel nieuw gebruik. Waardoor je ook dat gebouw moet aanpassen. Dat is eigenlijk voor het eerst dat er een laag wordt toegevoegd aan die kerk. En je moet soms ingrijpen in een kerk, ook als het een rijksmonument is. Doe je dat namelijk niet, dan kunnen die gebouwen over het algemeen gewoon niet herbestemd worden. Hij is gebouwd in 1962, maar je ziet als je rondloopt aan alle stijlelementen dat het echt een ontwerp is uit de jaren 50. Dus het is echt een wederopbouwkerk en het ziet er ontzettend goed uit. Mooi van deze kerk vind ik ook dat je die klokken natuurlijk zo ziet hangen. En dat hele subtiele relief in die gevel zelf. Dat glas in lood, dat loopt ook om de hoek, dat ziet er echt heel mooi uit. Dat zijn allemaal betonnen kozijnen. Het is ook echt gewoon echt een puur kind uit zijn tijd. Met bovenop dat beton staand metselwerk, met ook nog weer een relief erin. Dus in al zijn eenvoud zou je denken, is het een ontzettend mooi gedetailleerd gebouw. Die deuren, daarvan kan ik eigenlijk wel mijn hand voor in het vuur steken dat die nieuw zijn. Dat kun je zien aan die stapeldorpel, zo heet dat. Maar dat gefigureerde glas links en rechts, met die strookjes matglas en dat bobbelt ook zo'n beetje. Dat is echt allemaal wel origineel glas wat daar nog in zit. We kijken nu dus naar het koor. Dat is het achterste deel van de kerk. En je ziet hier ook echt heel karakteristiek voor de jaren 50, 60 bouw. Die in beton gegoten ronde kozijnen, waar dan weer prachtig glas in lood in zit. Waardoor het licht achterin dat koor komt aan twee kanten, aan de zijkant binnen. Want aan de andere kant van het koor, daar zit ook zo'n kozijn. Op dezelfde manier ingemetseld. Ja, dit gaat dus allemaal verdwijnen. Dat is toch wel een beetje jammer. Maar licht in een kerk is natuurlijk altijd prachtig. Het is een heel groot schaaldak, dat ligt daar helemaal overheen. Het is ook echt gewoon zo ontzettend jaren 50. Het jammer is dat dit soort gebouwen natuurlijk gewoon nooit meer gebouwd worden, dit soort grote kerken. Dus je kan ze maar één keer kwijtraken. Het feit dat ze niet meer gebouwd wordt, dat komt natuurlijk omdat er een enorme ontkerkelijking aan de hand is, waardoor mensen gewoon niet meer naar de kerk gaan. En ja, dus geen inkomsten, want het is natuurlijk ook gewoon een economisch verhaal, zo'n kerk. Zo'n gebouw moet onderhouden worden. En wat er speciaal jammer is, is dat deze gebouwd is door de gemeenschap zelf, wel met behulp van de aannemer uiteraard. Ook al die jaren hebben de parochianen zelf deze kerk onderhouden en daar heel veel tijd in gestoken. En dit is daardoor natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel geworden van de samenleving in het dorp. En deze kerk, daar zijn wel plannen voor gemaakt om die her te bestemmen, maar dat gaat niet gebeuren. Deze kerk die gaat tegen de vlakte.
er komen geloof ik appartementen voor in de plaats. Aan tafel heb ik hier Agnes Audier. Welkom Agnes. Dank je. Jij bent eigenlijk altijd ontzettend druk met festivals, altijd betrokken als organisator. Hoe is deze tijd voor jou nu? Deze tijd vraagt om heel veel inventiviteit, creativiteit. Ik probeer daar op een hele mooie manier mee om te gaan. We organiseren onder andere het Vibe of the Earth Festival in september. Bij het Ecodorp is ja, dat? Ja, op het Ecodorp inderdaad. En vanwege de anderhalve meter samenleving wordt er natuurlijk ook verwacht dat de bezoekers anderhalve meter afstand houden. Voelt dat als een belemmering? Nee. Of als inspiratie? Het voelt ook wel als een uitdaging. Ja. En om die reden zijn we gaan nadenken. En toen dachten we eigenlijk als eerste aan een soort hoepeljurken. Om de anderhalve meter afstand tussen de bezoekers te handhaven. Ja. Alleen het is een beetje heel veel werk om iedere bezoeker in een hoepeljurk te Maar ja, een ervaring die ze niet zo snel zullen... Nee, dat is waar. Maar later bedachten we een simpelere oplossing. Dus we hebben van wilgetakken hebben we hoepels gemaakt van anderhalve meter doorsneden. Ja. En iedere bezoeker moet met een riem om naar het festival. En dan hangen we de hoepels hangen we aan touwtjes aan de riemen. En op die manier kan iedere bezoeker zijn eigen ruimte innemen. En jullie bedachten eigenlijk al vrij snel van we gaan dit festival sowieso niet aflassen. Klopt. Ja, we dachten van we doen het gewoon met de richtlijnen die er zijn en we passen het festival daarop aan. Dus je staat op de barricade, een soort onderzoeken van de mogelijkheden. Ja, dat klopt. Versie 1 is zoals we het eigenlijk voor ogen hadden oorspronkelijk. Alleen met een beleid van anderhalve meter. En versie 2 is ja, dat we waarschijnlijk terug moeten dan naar 100 mensen per dag. En dan zaten we te denken om, dan willen we tours aanbieden op de website. Dus dan kunnen mensen kiezen voor een soort van pakket. En dat drie groepen van 30 het terrein opkomen. En dan 4 activiteiten kunnen volgen. Dus bijvoorbeeld een voorstelling van Men & Co. Of een voorstelling van de wegwerpwereld. Een workshop over nieuwe economieën. Maar is het dan nog rendabel om het festival te organiseren? Ja, ik denk dat we dan wel nog binnen het budget blijven, voor zover ik het nu kan overzien. Ja. De afgelopen periode was natuurlijk ook een periode die eigenlijk heel goed was voor het milieu en voor de duurzaamheid. Wat wereldleiders niet voor elkaar kregen, kregen een klein virus in no time voor elkaar. Ik denk ook dat het voor veel mensen een tijd was van reflectie en bewustzijn. En ik denk ook dat we daarvan een stukje mee moeten nemen in de toekomst. Ja, mooi. Ik hoop dat we het weer op een normale manier kunnen voortzetten. En ik hoop ook dat de samenleving weer helemaal teruggaat naar normaal. Wat drijft jou om een organisator te zijn? Ik vind het heel erg leuk om mensen met elkaar te verbinden. Om onderzoek te doen, zoals ook met dit festival over duurzaamheid. Om duurzaamheid te benaderen vanuit allerlei verschillende invalshoeken. Ik vind het super interessant om te kijken naar de vlakken op het gebied van duurzame kleding, duurzame productie, processen, het voedsel. En ik vind het heel erg mooi om allerlei verschillende facetten bij elkaar te brengen en dat samen te voegen tot één heel mooi geheel. Ja. En met z'n allen vooral een heel mooi festival neer te zetten. Het thema duurzaamheid en klimaatverandering in de wereld is een heel belangrijk thema aan het worden. Is een heel belangrijk thema. En hoe mooi zou het zijn wanneer we heel veel verschillende perspectieven, invalshoeken van duurzaamheid samen zouden kunnen brengen in één festival. En wanneer vindt het plaats? 19 en 20 september. 19 en 20 september? Ja, een heel weekend. En kopen mensen dan kaartjes daarvoor? Ja, ze kunnen kaartjes kopen op onze website. Dat kunnen ze nu al doen. Dankjewel Agnes voor dit gesprek. Alsjeblieft, jij bedankt.
Beeldend kunstenaar Willem Schotten uit Schorrel is gefascineerd door het voorbije. Vanuit het besef dat het verleden en heden aan elkaar verbonden zijn. Hij legt dit vast in bijzondere kijkkastjes. Bezig met een hoekkastje wat van de rommelmarkt komt. Oud kastje, de buitenkant zwart geschilderd. En het was helemaal leeg van binnen, dus ik ben een interieurtje gaan maken. Een soort trappetje met een podium. Ik heb tegeltjes uitgesneden van oud papier en die erin geplakt als een soort tegelvloer. En dan ga ik kijken, bedenken van ja, wat past er in de sfeer. Dus ik heb een deurtje gemaakt van karton en hout. Dus als ik die erin plaats, hij kan open, hij kan dicht. Wat gebeurt er als hij dicht is of als hij open staat? Dat lijkt me wat spannender. En in dezelfde sfeer ga ik kijken van ja, wat zou daarmee verder mee kunnen gebeuren? Het is vaak zo dat ik werk vanuit een object wat ik heb. Maar in dit geval ben ik geïnspireerd geraakt door het kastje zelf. Dus dan ga ik kijken, wat past erbij? Nou, dit is een onderdeel van de piano. Een mooi pilastertje wat op de voorkant zat. Ik heb hem al op maat gezaagd. Zo ja, hoe ziet dat eruit als die erin staat? Oh ja, dat geeft dan wel een bepaald effect. Wat gebeurt er als ik er drie zeiltjes voorzet en daar een soort balustrade van maak? Nou, dat zou ook kunnen. Ik heb hier een paar dingen laatst op marktplaats gekocht. Hele kleine tinnen kerkvoorwerpjes. Ja, die zouden erin kunnen staan. En zo ben ik al zoekend bezig. Ik kan ze weer weghalen. Ik heb zoveel spullen, dus ik kan altijd wel iets vinden waarvan ik denk van, hé, dat is misschien wel interessant. Een klein oud borstbeeldje van Goethe. Die stond als installatie opgesteld in een container bij Bloeming met de afgelopen kunsttiendaagse. Op de grond lag een partituur van Shostakovich. Zijn laatste vioolconcert wordt beschouwd als een requiem. Dat was ook te horen. Vier delen, continu draaiend, 24 uur per dag. En het werk is getiteld Requiem voor strijkers. Ik heb hier een werk hangen getiteld Mens van Mona Lisa tot Selfie. En dit is geïnspireerd door 14 kruisjes die oorspronkelijk komen van een kruiswegstatie uit een kerk. Met 14 Romeinse cijfers. Ik heb 14 oude portretfotootjes uitgezocht. En ik ben uitgegaan van de 7 deugden en de 7 hoofdzonden. Dus ik ben gaan kijken naar de portretten van wat voor mensen zijn dit, wat stralen ze uit en wat voor stempel kan ik ze geven, letterlijk en figuurlijk. Als klein kind zwierf ik al over straat, kijkend naar de grond, bordjes oprapen, steentjes, van alles was er te vinden. Ik was altijd al geïnteresseerd in dingetjes uit de natuur, potscherfjes, pijpenkopjes, dat soort dingen. Nog steeds loop ik langs de weg te snuffelen, als er ergens een container staat, dan duik ik erin. Om te kijken wat er te vinden is. Op rommelmarkten, marktplaats, kringloopwinkels, er is zoveel te vinden. Maar het moet wel een specifieke uitstraling hebben voor mij om het te kunnen gebruiken. Het moet versleten zijn en verweerd en een leven achter zich hebben. Ingele Wijnsma. Welkom. Dankjewel. Ik had een heel ander idee bij een dominee. Heel klassiek beeld had ik. Maar ze zien er helemaal niet uit.
Ja. Ja, en wat doet een dominee in een cultureel programma? Nou, ik ben gevraagd, dat is heel fijn. Ja. En ik ben heel blij om ook, want kerk wordt vaak weggezet of beschouwd als een clubje mensen, een gemeenschap rondom leerstellingen. En zulke kerkers bestaan ook wel. En dat is het beeld wat er een beetje in de maatschappij soms heerst en naar buiten wordt gebracht. Maar het is ook veel meer. Ik zie de kerk als een cultureel podium, zeg maar. En waarom zie je dat als een cultureel podium? De Bijbel zelf is een cultuurgoed. En omdat wij continu de cultuurgoed in verbinding brengen met muziek. Klassieke muziek, popmuziek, met gedichten, met kunstenaars. Ik heb bijna elke week heb ik wel een schilderij of een kunstenaar of een dichter. Want voor de duidelijkheid, jij streamt jouw kerkdiensten. Ja. En dat zijn geen gewone kerkdiensten, dus. Dat weet ik niet. Ik maak diensten zoals ik denk dat ze goed zijn. Het is jouw kerkdienst. Zoals men het hier in Bergen fijn vindt. Ja. In de protestantse traditie is het zo dat kerken zelf bepalen hoe ze het doen. Er is geen gezag of zo van boven. Dus de mensen hier in het dorp die bepalen hoe ze het willen. Daar werk ik mee en daar mag ik vormen geven. En jij laat je dus graag door kunst beïnvloeden? Ja. Ja. Ik heb kunstgeschiedenis ook gestudeerd. Ah ja. Toen is bijvak. Ja. En filmgeschiedenis gedaan. Dus dat is een deel van mijn kennis, of in ieder geval affiniteit. Ja. En dat gebruik ik graag. En hoe ziet zo'n kerkdienst eruit? Nou ja. Ja. Kijk, het ziet er als volgt uit. Het begin en eind. En daartussenin hebben we muziek en teksten die bij het begin aan het begin te denken. En je zijn met alles, met de zorgen en verdriet. En we hebben leuke dingen meegemaakt. Of dus dat soort elementen zitten in de viering. Dan komt onze ervaring van die week, van de periode van het jaar, leg ik naast een Bijbelverhaal. En daarnaast leg ik nog een kunstwerk of een gedicht. Of een liedje, een popmuziekliedje. Of juist een compositie van Bach. En dat breng ik allemaal met elkaar in verband. Ja. En dat maak ik een pakketje van. Zeg, pak het allemaal in, zeg maar. En aan het eind probeer ik het allemaal met elkaar in verband te brengen. En dan ontstaat er zoiets van, hé, nou, de knoop is uit het verhaal. En de knoop is ook uit mijn ziel. Je hebt bijvoorbeeld ook je laten inspireren door het werk van Martijn Engelbrecht. Ja. Door deze... Ja, dat was ook heel erg leuk. Ik werd door jullie programma op gewezen. Ja. En ik vond het erg mooi. Ik vond het mooi, de teksten, pakkend. Ik hou echt van kernachtige zinnen. En als het woord God er ook bij komt, vind ik het helemaal leuk, omdat dan... ik vind het altijd fijn om te laten zien. Ja. Dus ik kijk niet dat het woord God niet alleen maar iets is van binnen die muren van die kerk, maar God is iets wat... En die livestreams, die deed je eigenlijk al voordat corona uitbrak? Ja, we zijn ermee gestart eigenlijk om te kijken of mensen die... We hebben natuurlijk veel oudere leden die niet kunnen... Die niet meer kunnen komen. Ja. Of het lastig vinden om te komen. En we hebben ook heel veel mensen die hier wonen, maar dan in de zomer 2-3 maanden ergens anders zitten. En missen dat dan. Toen zijn we gaan streamen. Ja. Geïnvesteerd, is gelukt. En vervolgens hebben we heel publiek gekregen van mensen, oud-Bergenaren die in Portugal wonen en dan hun uurtje Bergen hebben op zondagochtend. En wat maakte dat nou anders toen corona... Toen moesten we ineens alles op die online viering zetten. Ja. En geen mensen meer. Nauwelijks. En hoe is dat dan? We hebben een mini-koortje onder leiding van Maria Delver die een aantal liedjes zingt. Op grote afstand van elkaar. Ja. En altijd een paar gasten. En de muziek, dus alles is een ruime afstand van elkaar. En dat is met een heel klein clubje. Je bent met 12 mensen of zo in de kerk. Dus je moest helemaal over naar die online. En dat betekent dat je anders ineens ging alle nadruk nu. Maar hoe moet het dan? Ja. En dan ging RTV Noord-Holland het uitzenden. Dan moesten we weer in een format van een uur. Oh, ja. Dan moest ik echt alles uitschrijven. Dus je bent echt een programmamaker eigenlijk. Ja, ook. Ja. Ja. En wat kunnen we de komende kerkdiensten aan muzikanten, kunstenaars verwachten? Val je me even ineens. Ja? Ik ben wel nieuwsgierig namelijk. Sommigen hebben de switchviering. Die viering doen we op in Bergen aan Zee en in Bergen in de Ruïnekerk. Dus een switch ik heen en weer, zeg maar. Dus dat monteren we live in. Dat is wel grappig. Denk ik. Oké. Mensen kijken, dus dan weer een deel in Vredeskerk, dan weer een deel in de Ruïnekerk. Dus er zit ook een behoorlijke regie achter. Ja, er zit een behoorlijke regie achter. Grote productie. Ja, nou ja, elke week première, zeg maar. Ja. Dus dan denk ik een oproep, lieve mensen, als je kijkt wie een nieuwe tekst wil schrijven, schrijf die tekst. En toen bleek er een mevrouw uit Rotterdam, die leverde 3 dagen later een tekst aan. Die zat in Rotterdam te kijken, leverde tekst aan en die hebben die weer opgezongen. Een hele mooie interactieve vorm gevonden. Ja, interactieve vorm. Ja. Dat is echt veranderd. We zijn echt veel meer op die uitzending gericht en veel meer mensen erbij betrokken. Ja. Mooi. Dankjewel voor je verhaal, Ingene. Ja, graag gedaan. Dank allemaal. Dit was Cultureel Bergen. Wij gaan even op vakantie en ik wens jullie allemaal een hele mooie zomer.